Zometeen in DBC Nieuws van woensdag 20 juni. Kunst in de bibliotheek aan de Burgakker, de eindexamens en de bokselsharmonie blaast er lustig op los. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Plus van der Horst Bokstel en Albert Heijn Bokstel. Welkom bij DBC Nieuws, een samenwerking tussen Omroep Dommeland en Brabant Centrum. De bibliotheek aan de Burgakker puilde vrijdag uit van de kunstwerken. 25 brugklassers van het Jacob Roelands Lyceum presenteerden hun creatieve uitingen rondom het thema nu. De leerlingen hebben op kunstzinnige wijze in beeld gebracht wat er speelt in hun leven. En dat leverde de meest eigenzinnige creaties op. Allemaal maakten ze namelijk unieke en kleurrijke werken. En dat deden de scholieren bovendien geheel zelfstandig. Drie kunstenaars in de dop kregen een speciale vermelding. Inge van Oers ontving een prijs voor het beste 2D-kunstwerk. Julia Grielis kreeg lof voor haar 3D-kunst en de titel voor het beste idee ging naar duo Loekie Krul en Kim van Giersbergen. Een ratslag op vloer, handstand op sprong en een verre loopsprong op de balk. Deze en nog veel meer acrobatische hoogstandjes werden zaterdag opgevoerd bij turnvereniging Tabita in Bokstel. Onder toeziend oog van hun vaders, moeders, opa's en oma's turnden tientallen jonge meiden de sterren van de hemel tijdens de jaarlijkse clubkampioenschappen. En waar normaal de selectie van de club op de voorgrond staat, waren deze dag de recreatieve en allerjongste gymnasten aan de beurt. Liefst 45 turnertjes zetten zaterdag voor honderden vaders, moeders, opa's en oma's hun beste beentje voor. Ondanks het vele publiek en een kritische jury waren de meiden hun zenuwen de baas. Hoewel een aantal oefeningen nog een brug te ver bleek voor sommigen, sprongen andere gymnasten in het diepe. Hoe ging het? Goed. En wat moet je allemaal doen dan? Heel veel. Velen zijn al klaar om volgend seizoen een niveautje hoger te turnen. Dit zijn de meisjes van de Jong Talent. En de meisjes van de Jong Talent gaan volgend jaar wedstrijden turnen. Vinden jullie het leuk om wedstrijden te doen? Ja. En waarom is het zo leuk? Je kan leren en aan je ouders laten zien wat je hebt geleerd. Vind je het belangrijk om het aan je ouders te laten zien? Nee, maar wel leuk. Maar de clubkampioen van 2018 is geworden Richelle. Wat heb je er allemaal voor moeten doen om kampioen te worden? Heel hard geoefend. En heel gelezen wat ik moest doen. Eigenlijk alles wat ik kon doen. En wil je later naar de Olympische Spelen? Ja. Liters sangria, nachos, palmbomen en een prachtig decor. De muziekvoorstelling Caribbean Fiesta van de Bokselse Harmonie was zaterdagavond tot in de puntjes geregeld. In de aula van het Jacob Roelands Lyceum zorgden de muzikanten voor een swingende salsa en een levendige Latin. Bokselse Harmonie bestaat 110 jaar en viert dit met verschillende activiteiten. Ook het festijn in de aula van de middelbare school hoort in dat rijtje. De Arba van Huisafband en de slagwerkgroep van de muziekvereniging brachten een gevarieerd programma met nummers van artiesten als Ricky Martin en Gloria Estefan. Het publiek werd bovendien verrast met gastoptredens van lokale artiesten. Zo stond zangeres Nienke van Horen op de planken en er werden dansdemonstraties gegeven door de bokserse Femke Sue van Bracht en Joey Verhoeven. Erg bijzonder was ook een speciale act van de slagwerkmuzikanten. Zij droegen witte maskers en blacklights drumsticks. Onder leiding van Mark Koning werd een knap steltje vakwerk afgeleverd. Bezoekers waren lyrisch over de voorstelling. En naar de hand trok een aantal van hen naar de afterparty met DJ John, waar de voetjes nog van de vloer gingen. En de sangria rijkelijk vloeide.
Ruim 100 kinderen van Scouting Bokstel vermaakten zich zaterdag opperbest in en rond de Wilgebroek. Stagiaires van buurtsport van Brede Scholen Bokstel zorgden daarvoor een grootse spelmiddag. Het terrein rondom de Wilgebroek was omgetoverd tot een speelparadijs voor alle jonge scoutingleden. Slingervoetbal, tjoekbal, slagvoetbal. Het waren diverse sporten die weliswaar nooit een Olympische discipline worden, maar wel ontzettend leuk waren om te spelen. En daar draaide het om tijdens deze scoutingdag. De combinatie van sport en spel. Nou, wij doen ieder jaar aan het eind van het seizoen, net voor de zomervakantie, nog een grote activiteit met alle scouts vanuit Scouting Bokstel. En dat organiseren we samen met Buurtsport Bokstel. En wat we doen is eigenlijk een spelletjesmiddag. Dus er zijn heel veel verschillende spelletjes en alle scouts gaan in groepjes langs alle verschillende spelletjes. Dit is de derde keer dat we dit organiseren. En de organisatie wordt wel voor een groot gedeelte door Buurtsport gedaan. Die hebben 3 jaar geleden dit gestart eigenlijk als een stageactiviteit. En het was zo leuk dat we het zijn blijven doen. Waarom doen jullie dit? Nou, wij moesten voor onze school, ROC Tilburg, moest ik een evenement maken. En vanuit Buurtsport hebben wij dit evenement toegekregen. En wij vonden het al heel leuk om voor een grote groep kinderen een leuk evenement klaar te zetten. En hierbij konden we wel voor ook heel veel kinderen, maar ook voor heel veel doelgroepen een evenement klaarzetten. Ik vind het heel leuk om te doen. Verdriet en geluk lagen vorige week dicht bij elkaar voor Bokstelse scholieren en studenten. Het einde van het schooljaar is namelijk in zicht en dat betekende ook dat de resultaten van de eindexamens bekend werden gemaakt. Bij de familie van Dijk echter kwam al het goede in drieën, want niet alleen Maureen slaagde aan het Baan der Heren College, ook zuster Suzanne kreeg te horen dat ze haar mbo-opleiding gehaald had. En alsof dat nog niet genoeg was, kwam ook oudste zus Manon ook nog eens thuis met haar pabo-diploma. Inderdaad, alle drie de zussen behaalden een diploma in dezelfde week. Vader Frank en moeder Mayo waren natuurlijk apetrots. En wie denkt dat er veel stress was in huizen van Dijk, heeft het mis. Het drietal steunde elkaar afgelopen periode door dik en dun. Namens DBC Nieuws zeggen wij tegen de zusjes van Dijk en alle andere geslaagden van harte gefeliciteerd. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van DBC Nieuws van deze week. Ging het iets te snel? Vult u het gewoon nog eens terugkijken? Kijk dan eens op YouTube of Facebook. Voor nu bedankt voor het kijken en graag tot volgende week.